Wij zijn hier te gast in de secretarie en we hebben vandaag weer een aantal gesprekken in gesprek met. Als allereerste heb ik een gesprek met Dylan. Dylan, ja. Jij bent vorig jaar, heb jij iets moois meegemaakt? Ja, ik ben afgelopen zomer ben ik naar Japan geweest met scouting. Dus naar de Wereld Jamboree. Dat was wel een avontuurtje. Hè. Ja, als je nou kijkt, want er zijn natuurlijk een heleboel voorbereidingen aan vooraf gegaan. Mm-hmm. Want ten eerste, met hoeveel mensen waren jullie daar als Nederlanders daar? We waren met ongeveer rond de, als ik het goed zeg, rond de 400 mensen, plus minus. Waarvan volgens mij 13 jeugdgroepen en een paar ondersteunende mensen. Oké, 400 mensen vanuit Nederland, om het zo te zeggen. En hoeveel landen waren er totaal? Er zijn exacte cijfers hoor. Ik weet het zo niet meer uit mijn hoofd. Nee. Heel veel, echt in de honderden. Ja. Nou, een Wereld Jamboree wordt geloof ik één keer in de 4 jaar gehouden, als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Ja, en dit jaar was het dan in Japan. Dat is natuurlijk wel een heel eind weg. Mm-hmm. En hebben jullie ook nog daarvoor ook nog activiteiten gehad, voordat jullie daarheen gingen? Ja, we zijn zo'n jaar daarvan te volgen. Hebben we allemaal voorbereidingskampen zijn we mee begonnen. We hebben er een aantal gehad. Om elkaar te leren kennen en dingetjes over Japan en voorbereiding. Dus dat is best wel wat. We kenden elkaar al best wel lang voordat we daar naartoe gingen. Ja, en hadden jullie ook in dat kamp nog een bepaalde functie of zoiets? Dat jullie dat afspraken of niet? Of was dat niet? We hadden patrouilles gemaakt. Dus we hadden binnen onze groep hadden we vier patrouilles. En binnen de patrouilles hadden we gewoon taken. Dus we kookten in onze patrouille. En we gingen afwassen binnen in onze patrouille en dat soort dingen. Ja, misschien nog even voor de kijkers. Een Wereld Jamboree wordt één keer in de 4 jaar gehouden. En er komen dus scouts. Ja, scouts kan je zeggen, maar je kan het ook op een... Ik weet niet, want jij bent officieel geen scout. Want je hebt natuurlijk een hele verdeling binnen de scouting. Ja, scouts is een goede... Toch wel de goede benaming. Goede benaming. Scouts van over de hele wereld komen er één keer in de 4 jaar, hebben een heel groot kamp. Ja. Volgens mij is het ook een keer in Nederland geweest. Ja, in... Volgens mij in de 80 jaren of zoiets. Ja, 80, 90 jaar inderdaad. Dat was in Nederland toen was ik in Nederland inderdaad de Wereld Jamboree. Dat was in de polder volgens mij, hè? Ja, volgens mij wel. Ja. Wat is nou eigenlijk het doel van zo'n Wereld Jamboree? Het doel is sowieso natuurlijk gezellig zijn, een kamp bij elkaar. Ja. En wat een mooie uitdaging van de Wereld Jamboree is dat je met zoveel mogelijk landen van over de hele wereld en zoveel mogelijk culturen eigenlijk naast elkaar staat. Ja. Dus het gaat ook om het maken van nieuwe vriendschappen en je visie een beetje verspreiden. Je verdiept in andere culturen en andere landen. Ja, maar zijn er ook nieuwe vriendschappen uit ontstaan? Volgens mij wel. We houden zeg maar met de groep houden we nog steeds contact. Dus als je het dan hebt over binnen met de mensen waar we mee zijn geweest. Maar we hebben nu, ik weet dat er ook een heleboel mensen zijn geweest die nu Brazilianen hebben op Facebook. En ik zelf heb kennissen opgedaan in Hongkong. Okay. Dus je maakt wel heel veel, je leert heel veel mensen kennen. Waar er dan een paar van overblijven die je wel nog steeds spreekt. Ja. Op onder andere social media zo. Ja. Japan is natuurlijk ook wel ligt niet even voor de deur. Wat was jouw indruk van Japan? Het is heel mooi, het is heel apart, heel anders dan Nederland. Het was ook veel warmer. Dat ja. We kwamen op het vliegveld aan in Japan na een lange reis. En dan stap je daaruit en dan heb je eigenlijk al meteen dat je... De bouwstijl is heel anders. De mensen zijn een stuk korter, maar best heel veel. Ja. Heb jij ook nog Japanners gesproken? Ik heb weinig echt met Japanners gepraat, want Japanners zijn over het algemeen vrij slecht in Engels. Toch? Ja. Dat valt me op. Ja, er zijn een paar Japanners, ze zijn een paar tolken. Ik heb wel gesprek gehad met één tolk, die we over een gids die we hebben meegekregen, die dus ook Engels kon. Maar over het algemeen zijn Japanners niet heel goed in Engels of sowieso heel veel andere talen. Ja. Als je nou denkt aan die Wereld Jamboree terug, wat is voor jou het woord wat voor jou
gelijk te binnen schiet? ja, lol. Ik heb zoveel lol gehad. Ja. Ja. Ik heb zoveel lol gehad in Japan. Ja. Dat is echt een goede ervaring. Ja, en je hebt lol gehad zowel met je medemensen uit Nederland, maar ook met buitenlanders. Ja, we hebben in de voorreis denk ik dat ik nog de meest waardevolle ervaring vond. Ja, ja, ja. Ja. Ga je, denk je ook, want de volgende Wereld Jamboree is geloof ik in de Verenigde Staten, als ik me niet vergis, hè? Ja, klopt. En ga je daar ook heen of niet? Dat is wel de bedoeling. Ik heb me nog niet ingeschreven. Ik weet nog niet of het al kan. Ik ben heel druk bezig nu om al het geld voor elkaar te krijgen. Ja, je bent officieel ben je bij Scouting Meppel. Ja. Heb je ook nog iets aan... Heb je nog een keer een avondje gehouden of zoiets bij Scouting Meppel? Dat je nog iets hebt verteld met foto's en al die dingen meer? We hebben bij het 75-jarig bestaan hebben spullen van mij die hebben op de display gelegen. En die hebben ze laten zien. En daar heb ik ook een heleboel mensen heb ik wel verteld. Okay. Sowieso is het meer mond-op-mond reclame dan echt officieel. Ja. Ja, ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Zeg, heel erg hartelijk bedankt. Het geeft toch een idee van dat magnifieke kamp. Want ik heb zelf ook op de scouting gezeten en ik wilde zelf ook een keer naar een Wereld Jamboree. Mm-hmm. Maar het is mij net niet gelukt. Dus in zoverre, want ik wilde eigenlijk naar Noorwegen toe. Maar het is me toen net niet gelukt. Dus ik vond het heel erg leuk om met jou daarover te gaan praten hebben. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt.